Hey mensen, welkom bij weer een nieuwe video. En na enkele maanden sta ik hier dan weer voor het huis van mijn in januari overleden oom. Maar behalve dat mijn oom hier natuurlijk jaren gewoond heeft, hebben mijn opa en oma hier ook jaren gewoond. En om mijn opa sta ik hier nu. Ja, hij is er natuurlijk niet meer. Maar normaal gesproken, dan had hij vandaag dus 100 jaar geworden. Ja, en het had ook prachtig geweest als hij dan hier nog had gewoond. Ja, dat zou helemaal mooi zijn. Meestal als je 100 bent, dan woont u niet meer op jezelf. Maar ja, heel zelden gebeurt het wel. En dat had ik die man natuurlijk zeker gegund. Het staat al maanden leeg. Want de huizen gaan ook gerenoveerd worden. Dus in de tussentijd, tot de renovatie, is het niet meer opnieuw verhuurd. Dus het staat leeg. En het is eigenlijk best een heel vreemd gezicht. Dat je hier dan voor een leeg huis staat op zijn 100ste verjaardag. Tenminste, wat zijn 100ste verjaardag had geweest. En daar zaten ze vaak achter buiten. En daarachterin, dat was de keuken. Ja, het gaat helemaal gerenoveerd worden. Er komt een nieuwe vloer in en nou ja, de hele binnenkant, alles gaat. Nieuwe daken en ook nieuwe raamkozijnen. Dus het zal niet meer in dezelfde staat terug te vinden zijn als dat het nu is. En als zoals het was toen hun er nog woonden. Vreemd gezicht zo, op wat zijn 100ste verjaardag had geweest. Ja, en dan gingen we hier naar binnen. Dit was de gang. Ja, geen opa meer, geen oma meer, geen oom meer. En mijn moeder is natuurlijk ook al overleden. Ja. We staan hier in je eentje. Wat zijn 100ste verjaardag had geweest. Maar goed, ondanks dat hij er niet meer is, ben ik even goed niet helemaal met lege handen aangekomen. Nee, ik moest gewoon toch wat meenemen. Ja, normaal zou je ze natuurlijk naar binnen gebracht hebben. Dan verscheen hij hier in de gang. Dan deed hij de deur open. Of oma deed het, of moom deed het. Maar goed, dat is het geval niet meer. Dan zitten we hem zo, meneer. Ja. Er woont toch niemand. Dus er staat op het moment ook niemand in de weg. Het zal toch wel even vreemd zijn als het ook helemaal verandert hier al. Maar goed, dan kom ik hier verder ook niet meer. Dit was zijn 100ste verjaardag normaal geweest. Dus eigenlijk de 100ste geboortedag van mijn opa. Ja, toch nog even voor zijn huis. Ja, ik heb me net hier vaak zat gevierd. Ik heb me nog zat herinneren. Ik heb me ook nog ooit een keertje herinneren dat mijn vader en moeder een keer een weekendje weg waren. En toen logeerde ik hier. En toen gingen we overdag ergens naartoe. Ik was nog een heel klein kind. Ik zal een jaar of 6, 7 zijn geweest. En toen gingen we ergens naartoe. We moesten even weg en nou, gingen we even een rondje om. En toen stapten we hier verderop in de auto. En toen gingen we ergens heen. Dagje, het was mooi weer. En ik weet nog precies waar. We gingen picknicken en ik weet nog precies waar. Het is me altijd bijgebleven. Ik bedoel, ik had natuurlijk niet onthouden waar het was. Maar later kwam ik er langs en toen herkende ik het. En mijn vader en moeder die zeiden van, ja... Dit is het woud. Het woud. Dan gaan we even kijken. Ik ben nu op de scooter. Hij was toen met een wagen wat inmiddels natuurlijk ook een klassieker is. Een VW Ponton. Nou ja, dit is ook een beetje retro look. We gaan die kant even op. Nou, dit was het wel wat betreft dit huis voor mij. We gaan eens even richting het woud. En wat nou zo mooi is aan het woud, het is nog ongeveer precies zoals toen. En hier was dat dus, het woud, nabij Bergen. En dit is hier gewoon nagenoeg niet veranderd hier al. Er rijden alleen moderne auto's langs en zijn er een stuk meer. Maar dit is gewoon nog helemaal hetzelfde als op die dag dat wij hier zaten te picknicken. En toen was ik een jaar of 7 en ik ben nu 50. Echt. Het grootste verschil is eigenlijk het weer op dit moment. Toen was het een mooie zonnige dag en nu regent het een beetje hier ook. Maar ik wou er toch even heen. Hier was dat. Hier zaten we te picknicken. En ze hadden die auto, die hadden ze hier in de kant neergezet. De scooter staat nu aan de overkant op het fietspad. Maar hier in de kant stond dus die auto.
En hier hadden we dan zo'n kleedje neergelegd en zo. En hier zaten we dan een heel tijdje. Ik weet niet precies hoe lang het is geweest, maar voor mijn gevoel was het een hele tijd in ieder geval. Ja, als heel klein kind kijk je anders tegen tijd aan. En dit weet ik gewoon nog, dat we hier naartoe gingen. En het is eigenlijk wel heel erg mooi dat je nu dan gewoon 50 bent en dat je dat gewoon nog eigenlijk helemaal nagenoeg hetzelfde aantreft. Het woud. Er zijn natuurlijk wel wat detailveranderingen. Ze hebben hier iets gedaan, ik weet niet wat, maar daar heb je iets gelegen zeker of zo. Ja, en er is ook nieuw wegdek ingekomen. Maar verder loopt het hier gewoon nog helemaal hetzelfde. Nog steeds een heel mooi stukje om te picknicken. Alleen de weg is nu wat drukker dan in de jaren 70. Ja, dat in ieder geval wel. Ik kan me niet herinneren dat er toen zoveel auto's langs gingen in ieder geval hier ook. Nu in die ene minuut dat ik hier sta, zijn er al meer langs gegaan dan dat we er toen die hele tijd zaten. En er ging af en toe een fiets langs. Ja. Dit is gewoon iets wat ik nog weet. Meestal onthoud je dat soort kleine dingetjes niet, maar dit wel. Dit was hem in ieder geval even. Deze keer even voor mijn opa, die vandaag 100 geworden zou zijn. En ik ga zo meteen die kant op, of die kant op. Ik heb de vrije keus. Ik ga hem hier weer afsluiten. En ik ga hier weer zeggen, tot de volgende.